Vandaag gaan we koekjes maken, maar niet deze koekjes, wel chocoladekoekjes. Nodig min of meer in volgorde 75 gram boter, 160 gram chocolade, 150 gram suiker, 2 eieren, 100 gram bloem, 60 gram gehakte chocolade en bloemsuiker. Een pot met water en een tweede ding om erop te zetten. Ik heb zo'n fancy bain-marie geval. Als je dat niet hebt, is gewoon een pot met een andere pot ook goed. De bedoeling is dat wat er in deze pot komt, verwarmd wordt door de indirecte warmte van het water dat eronder een beetje staat te pruttelen. De boter gaat erin en de chocolade bij de boter doen. Als het helemaal gesmolten is, haalt je de pot van het vuur, zet je het vuur af en mengt je de suiker eronder. Maakt niet echt uit als je mengsel wat korrelig wordt, dat komt in orde. De volgende stap is de eieren er één voor één zeer krachtig onder mengen. Hier komt mijn ei en nu ga ik mengen. Ei nummer 2. Ah! Crap! En dan smijt ik mijn bloem erin. Niet leg een wilde kloppen of hele keuken aan onder de bloem. Een heel klein beetje vanille bijten en een beetje zout. En nu gewoon goed mengen. Aandachtige kijkers hebben al gemerkt dat dit enorm hard lijkt op brownie deeg. We gaan het eigenlijk nog compleet maken. Die chocoladestukjes van daarjuist ga ik er ook in smijten en eronder mengen. En dan gaan we dit in een potje doen en een uur of 3-4 in de frigo steken. Een goede pan lekker is uw vriend. Zo, we zijn de volgende ochtend. De oven is aan het voorverwarmen op 180 graden. Ik pak een lepel. Ik ga daar een schep uithalen. En dan in mijn handen tot een bolletje rollen. Het bolletje gaat in een kom met bloemsuiker. En helemaal rondrollen tot alles volledig bedekt is. En dan op een bakplaat met bakpapier leggen. Je steekt in de oven op 180 graden. Na 6 minuten draait je de bakplaat om. Na nog eens 6 minuten haalt je ze uit de oven en laat je ze rustig een minuutje of twee afkoelen. En dan pak je een spatel, maak je ze voorzichtig los en leg ze op een rek om finaal af te koelen. En dat geeft dan zoiets. Zacht van binnen, gebrand van buiten. Snowy topped brownie drops. Smakelijk.